Het begon allemaal heel klein, dus een beetje misselijk. Ik had heel veel hoofdpijn, vooral moe. Het is voor iedereen natuurlijk anders. Voor mij is het alweer bijna 4 jaar geleden. Maar je voelt de ene kant voel je alles en toch ook weer niets. Dus je lichaam voel je alles, alle pijn overal. Terwijl in je mind en je hart voel je je nam. Dat is denk ik het vooral. Het is gewoon heel erg veel. Het is heel chaotisch. Iedereen heeft altijd wel een mening. Dus ik denk dat de druk best wel hoog is, ja. En heb jij zelf last van werkdruk? Ik wil eigenlijk zeggen van niet. Want ik voel niet dat ik druk heb van... Dat ik veel nadenk over wat willen mensen, wat moet ik daarmee doen. Ik volg eigenlijk vooral wat ik zelf wil doen. Maar ik denk dat er onbewust toch best wel wat werkdruk bij zit. Ja, mensen verwachten toch wel wat van je. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het eerst echt heel lang ontkend. En dit was totaal niet handig voor mezelf. Want daardoor kon je eigenlijk ook niet genezen. Dus het eerste wat ik moest doen was het accepteren. Van oké, ja, ik ben 22 en ik heb een burn-out. Het zit er niet anders op. En vooral rust, dat is het enige. En leren dat alles oké is. Niks moet, alles mag. En het wordt natuurlijk heel veel gezegd. Maar doe wat voor jezelf goed is. Jij bent de enige die wat voelt. En dat is het klote, want dat voel je niet op dat moment. Dus dat moet je opnieuw gaan ontdekken. En dat is een reis die alleen jij af kan. En niemand anders kan je vertellen hoe dat moet.